Topmakkers, we gaan eens even lekker aan de slag. Ik ga dit keer zelf eens even een game PC samenstellen voor 1000 euro. De webwinkels hebben een kans gehad, maar nu is het mijn beurt. Wat zou ik halen met een budget van 1000 euro? Let's go! Yo, what's up? Dit is Mark van TechTime. Leuk dat je kijkt in deze video. We gaan eens even lekker een game PC samenstellen voor 1000 euro met exact dezelfde wensen en eisen als dat ik eigenlijk ook heb voorgelegd aan de webwinkels. En mocht je die video's compleet gemist hebben, hey, check even het kanaal. Er staan een paar video's erover online. En ik heb gezegd van luister, ik zoek een leuke game PC voor 1000 euro. Om onder andere mee te kunnen gaan streamen op Twitch. Maar ook bijvoorbeeld om lekker Fortnite te gaan spelen. Apex Legends, 5M en nog een tal andere games. En waaronder ook bijvoorbeeld Warzone. En RGB is ook een must. We starten met de CPU, de processor. Een van de belangrijkste chips van een leuk PC'tje. En dat is toch wel hier de Intel Core i5-10400F. Deze CPU werd door niemand geadviseerd. Maar het is toch wel een hele interessante keuze. Voor als je niet al te veel geld wil gaan uitgeven voor een leuke CPU. Deze CPU kan je momenteel kopen voor rond de 150 à 160 euro. En dan heb je maar liefst 6 cores, 12 threads en geklopt op 2,9 gig. En er zit ook nog eens een CPU-cooler erbij. Die ik gezien het budget wel ga gebruiken. Ik heb niet zoveel budget over voor een aftermarket cooler. Maar op zich is dat niet zo'n heel groot probleem. Nou, de Intel Core i5-10400F is een hele goede CPU voor het budget. Zeker ook in games is dit een hele interessante CPU. Qua prestaties gaat hij wel aardig goed mee. En ga je eigenlijk vrijwel geen bottleneck krijgen met jouw GPU. Yes, de CPU zit nu eindelijk in de winkelwagen. We gaan door met het volgende onderdeel. En dat is een motherboard. Op zich misschien niet zo'n heel boeiend onderdeel. Maar het is wel even belangrijk dat we gewoon een goed motherboardje kiezen. Ik heb hiervoor gekozen voor de Asus TUF Gaming B460M+. Een micro ATX motherboard in de TUF Gaming lijn van Asus. En het is op zich best wel een interessant bordje. Oké, je betaalt er momenteel wel rond de 110 euro ervoor. Maar het is toch wel een redelijk compleet bord. Moederbord heeft ondersteuning voor Asus Aura Sync. Dus met RGB kan je lekker gaan klooien. En voor de rest heb je ook de mogelijkheid om 4 geheugenbanken te plaatsen. Uiteraard met een MP2 SSD. Eventueel nog eens een extra capture card voor als je dat nodig hebt. Want er zijn ook meerdere PCI Express sloten. En eigenlijk is het gewoon een best wel interessant moederbord. Je kan natuurlijk ook kijken naar andere merken die misschien wat minder functies bieden. Maar gezien wat we eigenlijk willen gaan hebben, is dit toch op dit moment wel een heel interessant bordje. En hij ziet nog best wel goed uit ook nog. Dus daarom dat ik hem hier ook in deze PC prik. Wat zie ik nou? 2 keer MP2? Ja, het zijn gewoon 2 MP2 sloten. Oké, dat hadden we dus verkeerd gezien. Er zitten dus blijkbaar 2 MP2 sloten voor jouw SSD er ook nog in. Dus dat is al helemaal een pluspunt. Dus op zich een leuk moederbordje. Micro ATX formaat. Leuke toetsen en bellen. Daarom zit hij er ook erin. Oh, en voor ik het vergeet, zie je trouwens die onderdelen die ik hier achter mij heb staan? Zou je het leuk vinden als die weggeef? Laat even weten in de reactie beneden. First things first, we gaan natuurlijk ook weer even lekker verder. Want we moeten ook even op zoek naar leuk geheugen. En geheugen is wel even een dingetje. En ik heb een beetje zo zitten kijken op de markt. Wat is er op dit moment allemaal? En ik zag, hoe kan het ook anders? Kingston Fury Beast. 2 keer 8 gigabyte DDR4-3200. We hebben dus geheugen met RGB-verlichting. En maar liefst 16 gig aan RAM. Oké, het is wel zwaar geklokt tot 3200 MHz, maar dat zal het moederbord niet aankunnen, dus hij gaat langzamer presteren. Maar mocht je later nog willen gaan upgraden naar bijvoorbeeld een ander CPU-platform, je hebt dan in ieder geval al snel geheugen in je PC zitten. Nou, we hebben hier dus Kingston Fury. Dit is op dit moment een van de goedkopere opties qua RGB-geheugen. Het werd eigenlijk best wel goed. Ik heb het al gebruikt in een eerdere PC-beeld die later deze maand ook online komt. En het is eigenlijk gewoon prima geheugen. En er waren maar een paar webwinkels die eigenlijk mij ook hadden aangeraden om 16 GB RAM te nemen. Er waren een aantal die gaven mij 8 GB. Maar 16 GB is wel wat je wilt hebben. Dus daarom dat het ook een kitje is van 16 GB RAM. De Kingston A2000 van 500 GB is weliswaar niet een van de allersnelste SSD's op de markt. Maar het is wel eentje die sneller is dan de budget varianten. Dus op zich 500 gig, prima mee te starten. Misschien kan je later nog een extra SSD erin prikken of eventueel een aparte harde schijf. Maar 500 gig om mee te gaan beginnen is voor nu nog even voldoende. Al wil je later wel gaan uitbreiden naar eventueel 1 TB. Maar ja, we hebben maar een budget van 1000 euro. Door naar het volgende onderdeel en dat is de voeding. En ik zag in één keer dat een best wel bekende voeding in één keer keihard naar beneden is gegaan met prijs. Dat is namelijk de Corsair RM550X van 2018. En het is een best wel goede voeding. Je krijgt dan een 10 jaar garantie, 80 plus gold gecertificeerd, 550 watt en volledig modulair. Wat wil je eigenlijk nog meer aan de voeding? Nou, het is een prima dingetje, hij is lekker stabiel, goede kwaliteit. En voor zijn prijs mag je hem eigenlijk niet laten liggen op dit moment. Het kan zijn dat als deze video later kijkt dan de uploaddatum,
dat die weliswaar weer in prijs is gestegen. Ik zal voor jou nog even een linkje plaatsen in de beschrijving naar eventueel een alternatief wat je dan kan nemen. Maar 550 watt voor deze PC is eigenlijk meer dan voldoende. Oh ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat je momenteel van de samenstelling vindt. Laat even weten en vergeet even niet een duimpje omhoog te geven. En een sub op dit kanaal wordt ontzettend gewaardeerd als je dat doet. Nog een paar onderdelen te gaan en dat is dus de behuizing en ook de videokaart. We starten maar eerst even met de behuizing, want een videokaart is wel een gevalletje apart. De behuizing is altijd persoonlijke keus. Misschien vind je deze kast die ik ga opnoemen compleet lelijk of totaal niet aan de orde. Of je hebt precies wat, ik wil iets heel anders hebben, ik wil iets heel futuristisch. Maar gezien de prijs en het budget wat we hebben, was het echt even zoeken naar iets leuks. En RGB-verlichting was ook zeker iets wat ik wou gaan hebben. Ik kwam dus terecht bij deze PC-kast van Sharkoon. Dit hier is de Sharkoon RGB Slider. De cable management van deze behuizing is wel een stuk beter vergeleken met de rest van de kasten. En de PSU op BSR-te voeding zit ook mooi verstopt in zijn eigen koortje, dus je ziet hem eigenlijk niet. Ook nog leuk is die RGB-strook aan de voorkant. En er zit staat ook al een case fan in. Lucht van binnen wordt naar buiten gezogen. Ja, het liefst zullen we nog wel een case fan aan de voorkant hebben, maar hey, so be it. Maar je hebt ruimte genoeg met deze PC. Je kan er lekker mee aan de slag gaan. En ik denk zeker voor een PC van 1000 euro dat dit wel een leuke kast is. Qua aansluiting moet je doen met onder andere 2 keer USB 3.0, 1 keer USB 2.0 en natuurlijk ook nog eens de gangbare audiopoorten. Maar het is gewoon een best wel kek kastje om even op je bureau neer te zetten of even onder je bureau met de rest van de onderdelen erin. Dan is er eigenlijk nog maar één onderdeel te gaan nu en dat is eigenlijk de videokaart. En dit was echt wel een gevalletje apart, want al die videokaarten zijn mokerslecht leverbaar weer. En als er eentje is die momenteel beschikbaar is, is die wel mokertje duur geworden. Gezien wat er nu op de markt is, ga ik toch, zeker omdat we ook gaan streamen, voor de MSI GeForce GTX 1660 Ti. Je hebt weliswaar betere prestaties met bijvoorbeeld de AMD Radeon RX 6600. Maar de NVENC encoder die in deze kaart zit, is zeker wel een gigantische pluspunt. Je kan er zeker lekker mee gamen. Het is zeker geen langzame videokaart. Voor 1080p gaming is dit wel een topding. Al is het wel zo dat de RX 6600 wel betere prestaties heeft. Het is wel zo dat die NVENC encoder die op deze videokaart zit ontzettend efficiënt is. En zeker als je lekker gaat gamen, merk je eigenlijk geen frame drops daardoor. En daarom dat deze kaart toch gekozen is, ga je nou niet streamen, dan is de Radeon RX 6600 een veel betere keus. Maar aangezien streamen op het lijstje stond, heb ik toch gekozen voor deze videokaart. Dus even zo onder de streep, als je nou kiest voor een zelfbouw PC van 1000 euro, dan kan je dus kiezen voor een 6-core CPU van Intel en eventueel ook nog eens een GTX 1660 Ti of een Radeon RX 6600 samen met 16 GB RAM en een 500 GB SSD. Misschien heb je zelf een compleet andere samenstelling en ik ben heel benieuwd wat jij dan zelf persoonlijk gaat kiezen. En bovenal, als je deze onderdelen wilt winnen, die giveaway die loopt al. Check even de link in de beschrijving en dan kan je er zeker naartoe gaan en dan maak je dus kans op deze hele toffe onderdelen. Morgen op 4 september knal ik even een setup tour online van hoe het hier op dit moment in deze kamer is. Er moet nog wel een hele hoop gebeuren, maar er is wel heel wat veranderd. En hopelijk ben je erbij. Ik wil je bedanken voor het kijken weer naar deze video. Bedankt voor al je support. Stay awesome, stay legendary. En zoals altijd zeg ik weer,